Als kind wilde ik vrachtwagenchauffeur worden. Hetzelfde als mijn vader. En ja, dat is maar gelukt. Mijn naam is Richard Krol. Mijn functie is medewerker afvalwater, reiniging, inspectie. En ik ben hoge drukmachinist. En ik spuit de riolen schoon. We staan op de Frederik Hendrik Pantsoen. En we hebben opdracht gekregen om het riool te inspecteren. En daaruit is gebleken dat er beton in het riool ligt. En dat gaan we eruit halen, want dat hoort er niet in. En als je het wilt zien, loop even mee. Dit is de tekening met de opdracht die we moeten doen. Alles wat geel geasseerd is, dat moeten wij reinigen en inspecteren. We hebben gisteren dit hele stuk gedaan, tot hier. We hebben geconstateerd dat hier beton in zit, tussen deze twee strengen. We gaan straks een rioolafsluiter in deze streng zetten. En we gaan een rioolafsluiter in deze streng zetten, waardoor door dit stuk riool droog valt. En met droogvallen wil zeggen dat we het beter kunnen inspecteren en reinigen, want onder water kunnen we niet veel doen. En dit is de opdracht die we gaan uitvoeren. En anders kom even mee kijken. Oké, dit is dus het beton wat niet in het riool hoort, wat erin gekomen is door waarschijnlijk werkzaamheden in deze buurt. Dat gaan we eruit halen door middel van een rioolstop te plaatsen, waardoor het water stilvalt in het riool. Dus we geen last meer hebben van het water. Dan gaan we schoonspuiten met een hoge drukwagen, onder hoge druk. Daarna zuigen we hem leeg met de putzuiger en dan hopen we dat alles eruit is. We gaan nu de rioolafsluiter plaatsen, waardoor we in het afgesloten deel kunnen gaan werken. Ik ga de rioolstop oppompen. Hier kunnen we zien hoeveel bar er in de stop zit. Dan zien we of hij op druk staat. En dan komt er als goed is geen water meer erin. Deze moet je ook niet te hard oppompen, want dan kan hij ontploffen. En voor de rest is het altijd je goede verstand gebruiken. En veilig werk. Dicht zitten. Ik draai er even een ventieltje in dat hij niet meer leeg kan lopen. En dan zit hij dicht. Dus nu kunnen we naar gang. Even opruimen. Even struikelen we. Dat mag zeker niet gebeuren. En dit is een van onze spuitkoppen. We hebben er meerdere. Voor elke werkzaamheid hebben we andere koppen. Dit is ook een reinigingskop. Dit zijn allemaal nossels, waardoor veel water uitkomt, een soort watergordijn. En die nemen alle vuil en water mee en die maken het riool schoon. Oké, nu gaan we dus de hoge drukslang in het riool brengen. Die gaan we even afrollen. Gooi hem even in het riool. Dan ga ik er druk op zetten. Nu gaat die riool in. Nu zijn we bij het einde, nu zitten we tegen de rioolstop. Aan de andere kant van het riool. We kunnen dus nu niet verder meer. Ik trek hem nu onder druk terug. Dan neem ik al het water en vuil mee. Dat is 120 meter. Ik zet er nu ongeveer een meter of 70 in. We moeten hem ook rustig terughalen. Als je te snel terughaalt, neem je niet al het vuil mee. Zo. Even de putdeksel dichtgelegd in verband met de veiligheid. We willen natuurlijk niet dat de mensen invallen. We hebben hem schoongespoten. De putzuiger die blijft stationair draaien om het overtollige water op te zuigen. Want we hebben een lege riool nodig om te inspecteren. En we gaan nu naar de inspecteur. En we gaan even kijken of het allemaal goed is. Loop je van mij anders. Hier staat de camerawagen aan de andere kant van het riool. Ik heb zijn camera er al in laten zakken. En dan gaan we even kijken of het riool goed is. Hier is de plek van de operator. Kun je dat? En nou, hier kunnen we het riool zien. Ja, dit is het bedienpaneel van de camera. Het is net als een PlayStation. Twee joystickies. Maar het ziet er makkelijker uit dan het is. Nou, dit is de cameraopname van de rioolcamera. De rij aan de camera. En dan zie je in de verte zie je de buis van de putzuiger. Die is nog steeds leeg aan het zuigen. Dat is ook te zien, want er zit geen water meer in. Het ziet er goed uit. Tot nu toe hebben we ons werk goed gedaan. Dat is de putzuiger. Dit is de zuigbuis van de putzuiger. Rechts zie je de rioolafsluiter die we erin gezet hebben. Die al het water tegenhoudt. En dat is de kant waar we nog op moeten. Die we nog schoon moeten maken. Je ziet er al een beetje beton in liggen. Wat we eruit moeten halen.
Dat gaan we zo verwijderen. Nou, deze rioolstringen zijn schoongemaakt. We zijn klaar hier al. De ton is eruit. Wat niet meer verstoppingen in de buurt kan veroorzaken. En we gaan verder naar de volgende stringen. Ik ben trots op mijn werk. Ik vind het mooi werk. Ik ben begaan met het werk. En ja, dat maakt mij wel als een vakman, denk ik. Ben je ook een vakmens? En vind je het leuk wat je gezien hebt? En wil je onze collega worden? Kijk dan op werkenbewaardenet.nl. En misschien word je onze collega.